Met ruim 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van ideeën tot een eindproduct is International Innovation Company met recht een innovatief bedrijf te noemen. Het familiebedrijf vindt haar oorsprong in de uitvinding van de vacuum winesaver dat op de markt wordt verkocht onder het merk Vacu. Het bedrijf is actief in ruim 80 landen in de wereld. De innovatieve kracht van dit familiebedrijf blijkt niet alleen uit de manier van werken, maar tevens uit de combinatie van maatschappelijke betrokkenheid en vernieuwende initiatieven. In 1998 heeft Bernd Schneider het initiatief genomen de tv-serie Anders Begaafd te maken. Deze vierdelige serie stond geheel in het teken van wat verstandelijk gehandicapten allemaal wel kunnen. Bernd Schneider, uitvinder van de Vacu, heeft als ondernemer de keuze gemaakt om in het productietraject met deze mensen zijn bedrijf succesvol te maken. In 1986 wilde ik een relatiegeschenk op de markt brengen. En dat heb ik gelijk ondergebracht bij combiwerk. Dat is misschien gekomen omdat ik van thuis uit toch een zusje heb wat verstandelijk gehandicapt is. Als je dat dan ziet, hoe die mensen dat maken, dat is bijzonder. We noemen ze anders begaafd, omdat sommige mensen al 25 jaar hetzelfde werk doen en dezelfde handelingen verrichten. Beautiful people, you live in the same world as I do, but somehow... Natuurlijk kan je een keuze maken om te zeggen, ik doe het niet. Ik zet gewoon een fabriekshal neer en ik zet er 50 mensen in. En die gaan dan gewoon voor je werken en assembleren. In dit geval hebben we gezegd, ja, we kiezen dan toch voor mensen die anders begaafd zijn. En die toch weer bijzondere kwaliteiten hebben. In dit geval hebben we er dan 250 nodig. Maar dat weet je dan. Dat is dan toch iets wat het verschil geeft. Maar je maakt dan ook weer meer mensen gelukkig. Beautiful people, we share the same back door and... It isn't right, we never met before, but then we may never. Nou, hier lopen we dus op een ronder plateau. Mijn gamuizer komt geleerd op te goed zijn. We hebben bijna een groene en een rode licht. Als hij op de rode ligt, dan is hij fout. Als je op de groene gaat, dan is het goed. Maar jij hebt een hele verantwoordelijke taak, hè? Ja. Want als het bij jou niet goed zit, dan kunnen die dingen niet verkocht worden. Nee. Welkom bij ons op het bedrijf van IIC. International Innovation Company. Nu is het voor mij heel leuk werk om te doen. En ook leuk om met de jongens ook samen te werken. Jan, Henkie, en als er naar het toilet zijn, dan vervang ik ze. Dan laat ik de machine gewoon doorlopen. En als er een storing is, dan verhelp ik het gelijk. Het allerduidelijkste is geworden dat betaald werken voor mensen met een verstandelijk handicap, dat dus tot de mogelijkheden behoort. En als je dat 10 jaar geleden geroepen zou hebben, dan zou niemand dat eigenlijk in deze omvang voor mogelijk gehouden hebben. Hoeveel verdien je hiermee, Arjan? Heel hoog. Maar in principe weet ik niet hoeveel ik verdien. Dat weet ik niet. Iedereen weet, kan opzoeken in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken wat de sociale werkvoorziening kost. Dat is ongeveer 40.000 gulden per jaar per persoon die daar werkt. Hebben gezegd dat zijn uitgaven, maar er staan een heleboel dingen tegenover. In de eerste plaats natuurlijk wat de mensen doen, dus hun werk. En wat daarvan kan worden verkocht of wat daarvoor wordt betaald. Dat zijn de directe inkomsten. Bovendien, en dat wordt toch wel eens vergeten, je spaart een heleboel uitkeringen uit. Dit zijn mensen die anders zouden moeten leven van een uitkering. En die anders ook nog meer individuele huursubsidie zouden moeten ontvangen en allerlei andere steunmaatregelen van de gemeente. En als we al die verschillende inkomsten, opbrengsten, dingen die je uitspaart, er tegen afzetten, wordt het verschil niet zo groot meer. Dan moet je de 44.000 gulden die het dus officieel kost, eigenlijk vergelijken met iets in de buurt van 37.000 gulden die we op allerlei verschillende manieren dan weer uitsparen. En dan bekijk ik het dus puur financieel. We moeten elkaar niet gek maken, want als ze thuis zitten, kosten ze de maatschappij veel meer.
Zoals bij bijna alle werknemers is ook bij Arjan duidelijk te merken dat hij door het werk, zijn verantwoordelijke taak en de sociale contacten er sinds 1998 behoorlijk op vooruit is gegaan. Het is dan ook voor een bedrijf als dit van groot belang dat mensen meegroeien. De kans dat ze blijven is dan ook veel groter. We hebben al 27 jaar ervaring om met verstandelijk gehandicapten te werken. Maar als bijvoorbeeld door wetswijzigingen deze mensen niet meer in een beschutte werkomgeving kunnen werken, die wij nu sinds 4 jaar met extreme hoge financieringen zelf binnen ons eigen bedrijf hebben gehaald, en dan ook nog de verantwoordelijkheid bij ons gelegd gaat worden, ja, dan komt de continuïteit echt in gevaar. Mijn baas, die is geen verwerker, die is altijd over mij tevreden. Ik doe goed mijn best hier. Heel goed mijn best. Ik heb geen klachten met hem niet. Hij vindt dat ik goed mijn best doe. Dat mijn werk goed doet. Jan, werk jij nou voor je plezier of voor het geld? Voor het geld. Ja? Voor centen verdienen. Maar waarvoor dan? Ja, waarvoor? Je moet nog eten en je moet nog kleren kopen en wat dan ook. En sparen ook natuurlijk, hè? Ook om centen te verdienen en voor mijn plezier te werken. Je gaat er volop naar je werk. Dan ben je blij dat je werkt, hè? Nou, want je moet er niet aan denken om zomaar thuis te zitten, denk ik. Nee, dat is niks, hoor. Dat is helemaal niks. Nee? Nee. Maar stel nou dat je vrij bent, hè? Dat je geen werk hebt, hè? Hoe zou je dat nou vinden dan? Nou, dan ga je zitten vervelen. Dat is ook niet prettig. Nee, dat is niks, hè? Nee. Nee. Als ik binnenkom, dan zeg ik altijd goedemorgen Henk van Berkel. En dan zegt hij goedemorgen terug. Hij is erg heel goed tevreden over mij. Altijd al geweest. Ik wil niet zonder werk zitten. Dat wil ik niet. Thuis zitten is ook niks. Want ik werk graag en een beetje lachen. Dus, Wat gezondheid betreft zijn er ook wel cijfers. We weten dat arme mensen of mensen die zich geïsoleerd voelen, ongelukkig zijn, die leven minder lang. Die gaan een paar jaar eerder dood, gemiddeld. Nou Henkie, nou gaan we met jou beginnen. Juist. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor. Juist. Nou, ik heb best wel een zin hier, hoor. Ja? Ja, hoor. Kom je hier vaak? Oh, jaren, dat al jaren. 25 jaar ben ik al geweest. Tot de 25 jaar ben ik al geweest. Ja. Wat doe je nou? Doe ik altijd. Jaren ruiken, jaren. Ja, is het heerlijk zo, heerlijk. Het is zo heerlijk. Ik vond het wel een leuk werk, joh. Ja? Juist. Ben je gelukkig? Ik ben gelukkig, dus. En het gaat steeds beter met me. Want ik stotter niet meer. En ik durf alles te doen nou. Hier ben je lekker onder de mensen. Want thuis word je helemaal eenzaam ook. En daarom is het toch wel fijn dat we werk hebben hier zo. Dankzij Bernd. Werk is toch wel belangrijk en ook voor je sociale contacten is het ook goed. Om met de mensen in contact te blijven. Kijk, daar zit de pompbuis, die zie je goed. Daar heb ik hier dat ding. En dan zet ik hem er aan. En dan draai ik hem weer naar dat gatje toe. Ja, dan hoor je tik. En dat doe ik zo. Kijk of het goed zit. Doe ik hem hier op. En dan spring je hem goed. Ik doe hem hier, want van die snij,
van die snijders hier in de geleven leggen. En dan doe ik twee van die knoppen en dan gaat dat zo. En dan leg ik ze hier in de doos. Maar hoe lang zit jij hier al? Hé? Hey? Hoe lang zit jij hier al? Nou, dat kan ik zo opnoemen. Ik was 18 toen ik van school afging. En ik was 19 toen ik mijn vaste aanstelling kreeg. En dat jaar daarna, toen werkte ik hier 12,5 jaar. En jij maakt al 12,5 jaar deze pompjes? Nou, ik werk hier al 13 jaar. Of 31, ik weet niet zo precies waar. Hoe lang? Oh, 13 jaar geloof ik. Nou. Ik zou je vertellen, ik was 18 jaar, toen ging ik van school af. Ik was 19 keer mijn vaste aanstelling. En ik ben nu 54. En ik heb daar nog verschillende van de jubileums gehad. Bij ons is het zo, als ik hier mijn loonstrookje krijg, dan geef ik hem dan aan de leiding. En daar hebben ze bij ons een administratie. En dan beheert het hun. Oh ja. Hoef jij dat allemaal niet nee, te doen? Nee. Maar je krijgt toch ook wel eens geld? Ja, dat is donderdags. Dan krijg ik zakgeld. Dat klopt. Die heb ik nog steeds. Ja. En heb je nou ook geld op zak? Ja. Ja? Ja. Hoeveel heb je bij je? Een briefje van 10. Altijd? Altijd. Altijd. Ja. Mag ik hem even zien? Mag ik hem even zien. Maar gebruik je hem ook wel eens? Ja, als ik iets ga kopen, dan gebruik ik hem wel eens. Ook handschoenen. Kijk die niet bij. En wat ga je dan kopen? Meestal of gevulde koek als ik hier op de zaak ben. Oh, dus je gaat er iets lekkers van kopen? Ja. Kijk. Daar zit hij. Aan welke kant? Even zien. Eens kijken. Die heb ik nog steeds. Ik zou me geen raad weten als ik daarmee zou stoppen. Want als je ziet hoe die mensen gelukkig zijn. En hoe hun, als het ware. Ja, het is hun leven geworden. Het is hun werk. Ons product is eigenlijk van hun. En het kan nooit meer weg daar? Voor u dan? Hè? Ja, voor mij niet, nee. Nee, ik vind dat zeker wat we opgebouwd hebben met hun. In al die jaren met alle moeilijkheden en apparaturen die we gemaakt hebben om met elkaar te zorgen dat het de goede kant op gaat. Nee, dat is iets, dan mag je de stekker niet meer uittrekken. Ik ben teleurgesteld in de politiek. Zeker omdat wij 27 jaar geleden de keuze gemaakt hebben om met deze mensen verder te gaan. In 1998 vond ik dat dit te mooi was om daar de stekker eigenlijk uit te trekken. Het is nog steeds mooi. Het zou jammer zijn als andersdenkenden binnen de politiek andersbegaafden aan de kant zouden zetten. Je bent bezig en je zit onder de mensen. Maar het werk is hier nog steeds wel hartstikke leuk. Ja, erg is leuk dat werk. Ik heb het nog steeds naar mijn zin. Ik vind het leuk werk. Je hebt wel werken. Gewoon gezintjes hebben dingen. Ik heb het heel erg naar mijn zin. En ik wil echt niet weg hier. En dan mag hij toch wel trots op zijn dat hij dit allemaal heeft weten neer te zetten. In Delfgauw. IIC. International Innovation Company.